Mooi, hè? Het is juist uit moeilijke situaties dat je merkt dat heel veel artiesten juist inspiratie kregen om iets moois te doen. Ook hier in Suriname is Enver Panka bezig geweest. We hebben lockdown gehoord. En er zijn meerdere artiesten die juist rond deze tijd en in deze periode hun talenten gebruiken om iets moois naar buiten te brengen. Dat is eigenlijk alleen maar toe te juichen. We gaan terug naar de COVID-19-update. De coördinator van het NCCR, de heer Jerry Sleengaard, die heeft gisteren antwoord gegeven op de vragen omtrent de controle op de goudvelden. Ik moet zeggen dat er uiteraard de reguliere controle wordt uitgevoerd in de goudvelden. En ik kan zeggen dat dus dezelfde instructies gelden ook in de goudvelden, zoals in zijn algemeenheid geldt voor ieder. En dat geldt dus inderdaad ook wel alle gebieden die in principe in het achterland zijn. Dus zo zouden we het kunnen zeggen. Geldt dit. Er is een gezondheidszorgsysteem die nog steeds intact is. Dus als er mensen zijn die op de een of andere manier medische hulp dan wel, als zaken die moeten worden aangegeven op het gebied van de gezondheid, dan kunnen zij dus de infrastructuur gebruik maken van de infrastructuur. En dan gaat het dus om medische zendingsposten, et cetera. Zoals de mensen al gewend zijn daar te gaan om de nodige medische hulp te krijgen. Verder, indien er zaken zijn die deze gezondheidsdiensten, die zijn ook geïnstrueerd om, als er gevallen zijn, die onder de aandacht moeten worden gebracht van het ministerie van Volksgezondheid, omdat zij dus instructies hebben, dan zal dit worden doorgegeven. Ik denk dat dat de zaak is. Verder zorgen wij ervoor dat er het personentransport van en naar het binnenland natuurlijk onder controle wordt gehouden. Tweede vraag die ik heb, tenminste die ik moet bespreken, is de kwestie van quarantaine. Sommige mensen krijgen wel bezoek, sommige mensen krijgen geen bezoek of worden gecontroleerd en sommige niet. Ik moet zeggen dat er op dit moment twee instanties zijn die inderdaad contact onderhouden met deze mensen. En het hoeft niet altijd met een bezoek te zijn. Soms is er een telefoon die wordt gepleegd. Soms worden de mensen dus daadwerkelijk bezocht. En ik geloof dat, voor zover ik het weet, wij praktisch iedereen reeds hebben bezocht. En als dat nog niet zo is, dan kan men heel binnenkort verwachten dat ze dus bezoek krijgen. Tenminste, dus dat is fysiek, hè? Maar de controles via de telefoon, et cetera, dat vindt dus wel plaats. Dat was de heer Jerry Sleengaard, hij is de coördinator van het NCCR. Mevrouw Danielle Feiras is de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Die is gisteren ingegaan op de repatriënten die ook in andere landen zijn gestrand. Elke dag weer komt tijdens de COVID-19-update dit onderwerp ter sprake, omdat nog niet alle mensen zijn teruggehaald. En ook wij van de SCVS kregen een heleboel berichten van mensen. Zo weet ik dat er 4 mensen van de Senaat en daarom zitten ook in India. Er zijn mensen in Haiti. Maar er wordt dus gevraagd dat u geduld heeft. Luistert u naar mevrouw Danielle Feira. We hebben geen vluchten nu op dit moment. We weten wel, we hebben een lijst nu binnen van ongeveer 12 mensen die in India nu gestrand zijn. En we zijn dus nu drukdoende om te werken met andere airlines, met de buitenlandse zaken, OWTC, om te kijken hoe wij de mensen weer via Nederland terug kunnen brengen naar Suriname. Dat geldt dus voor alle mensen die op plekken zijn waar het moeilijk is, waar SLM niet naartoe gaat. Het gaat even duren, dus ik vraag wel natuurlijk, we blijven geduld vragen, want meer kunnen we niet doen, omdat het een heleboel vraagt. Net zoals wij hier in Suriname, het lijkt zo lang, ook druk bezig zijn om te kijken hoe we repatriëringen doen, wie wel of niet mag landen, zo doen andere landen dat ook. En elk land wil zijn mensen beschermen. En de mensen die dus de dupe worden op dit moment, lijkt het, zijn de gestrande mensen. Maar we gaan door om de nodige dingen te doen om de mensen dan weer via Nederland zo terug te brengen naar Suriname. En dat ze dat ook doen op een gezonde manier. Dus dat ze niet in onveiligheid worden gebracht. Dus geeft u dat ook alsjeblieft door aan die persoon. Ik denk dat die persoon ook luistert.
We weten dat jullie daar zijn, mensen in India, China, Ecuador, Sint Lucia, andere plekken waar er helemaal geen verkeer is met Suriname, Santo Domingo. We weten dat jullie er zijn en wij gaan ervoor om u terug te halen. Het kan een beetje langer duren, maar we gaan het doen. Blijft u in contact met het consulaat, met de ambassade, want anders weten we niet dat u er bent. En geeft u ook aan hoe het met u gaat. Als u medicatie nodig hebt, geeft u dat ook aan. Als het consulaat of de ambassade moet zoeken naar een arts voor u, gaan ze dat ook doen. Wij laten onze mensen niet in de steek.